ik ben Jule. En ik ben vandaag 13 jaar geworden. En ik ga mijn verjaardag vloggen voor jullie. Geef deze video zeker even een duimpje omhoog en abonneer ook even op dit account. Dus ja, we gaan nu beginnen. Ik heb net even ontbeten met taart. Ik ga de taart even laten zien. Oké, nou ja, kijk, dit is dus de taart zo. Yeah. Ik ga nu even laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Dus ik ga naar boven naar mijn kamer. Oké. Oké, ik moet nog even mijn gordijn open doen, maar dat doe ik eerst even. Ik heb even mijn gordijn open gedaan, doe ik even het licht uit. Oké, dit heb ik dus allemaal gekregen. Een steltang gekregen, sorry. Oké, ik heb een steltang gekregen. Hij zit er maar op stoom, dus dan zit hier zomaar zo water in en dan gaat hij op stoom. Dus ja, dat. Ik heb een luchtje gekregen. Ik heb, wat heb ik nog meer gekregen? Oh ja, ik heb zijn broek gekregen, zo'n Adidas. En nu zit ze maar, ik vond het wel leuk, want de streep zit meestal aan de zijkant, maar nu zit hij dus aan de voorkant. En ja, het is gewoon een hele fijn broek. Gekregen. En deze had ik ook al eerder gekregen. En daar ben ik echt super blij mee. En als laatste had ik nog deze bikini gekregen. Die wou ik heel graag. Hier zitten de streepjes aan de zijkant. Dus ik ben dus maar jarig in die corona weken. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ja, ik vind het aan de andere kant ook niet heel erg. Want ja, ik ga het dan, zeg maar, dan duurt mijn verjaardag extra lang. Ik ga het in juli of zo. Of in juni, ik weet nog niet heel zeker. Ga ik het nog even vieren. En ik ga vandaag ook even facetimen met een paar mensen. Dus dat is ook heel leuk. Dus ja. Dus even kijken. Hoeveel jaar geleden? Dat is weer denk ik 6. Dan. Oké, wacht. Dit is moeilijk. 7 jaar geleden als ik. Ja, 7 jaar geleden denk ik. Ik weet het niet, maar oké. Kijk mijn Instagram. Ik heb dus die gedaan. Alleen, ik ga straks ook nog deze maken. Daar heb ik 2 pakken van. Dus die ga ik ook straks even maken. En wat ga ik nog meer doen? Ik denk dat een beetje. Ja. En dan gaan we vanavond. Oh ja, vanavond gaan we sushi eten. En daar hebben we dit voor. En dan een paar dingetjes zo. En met de rijst. En hier, dit is de rijst. Oh my god. Helemaal nat. Oké, ik heb er niet aan gezeten. Run. Dit zijn van die light glow sticks. Dat is wel vet. En dan heb ik hier nog een paar zoetjes en van die afschieters die dan zomaar van allemaal van die vonkjes afschieten. En hier heb ik 1, 2, 3, 4, 5, wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kaartjes. Oké, we hebben dus net, auw, we hebben dus net een cake. Oh, cakejes gebakken. Dat. En ik ben nu taart aan het eten en we waren net even naar de hei. Dus ja. En ze zijn maar van die lava cakejes. En we hebben nog een pak, dus dan gaan we zo lekker opeten, dus hoeven we maar 10 minuten te wachten. Dus ja. Wow. Oké. Ik ga lekker een ijskoffie maken. Dus ga ik jullie laten zien. Ik was net aan het vloggen voor Laris. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!
Dankjewel. Yes. Goed. Ik heb dus... Oh my god, dat ga ik even opmaken. Dit is een taart en happy birthday. Oh my god, holy. En volgens mij is het die groene en die is echt super lekker. Oh, oh my god. Ik hou er echt van. Yes. Oké, dat gaan we zo lekker met de ijskoffie. Die zal ik even laten zien. Die ziet er zo uit. Met hier karamel en dan hier koffie met gewoon melk. En dan hier slagroom. En dit gaat zo lekker opgesmokkeld worden. Yo. Oh my god. Oh. Zij zo'n leuke lava cake. Nou, dat is. Oké, guys. Ik heb even... We gaan nu sushi maken. Daarvoor hebben we deze. En we hebben dat kookboekje dat ik ook eerst al laat zien. En we hebben vis gehaald. Omdat je nu dus bij onze viswinkel kan je dus nu bestellen. Hier is de tonijn. De helbot. De zalm. De gerookte zalm. En nog een gewone zalm met ook nog een velletje eroverheen. Nu een beetje los. Dus dat. En we hebben net even deze bandjes omgedaan. En dat hij had nog liggen. Luca, laat hem eens zien. En Bibi is ook al wakker. Hallo. En hier is ook al de rijst. Nou, en we gaan het nu even maken. Ga eens van je stoel. Oké, ik was dus de video helemaal vergeten af te sluiten. Het is nu al zaterdag. En ik was de video gewoon vergeten af te sluiten. Dus bij deze. Maar vond je deze video nou leuk en wil je meer video's van mij zien, dan zeker even een duimpje omhoog. En abonneer dan ook even. En dan zie ik jullie later.